En voelt u zich nog wel veilig hier in de Kwakel? Ja. Ja? Ja. Als je onderdeel bent van, dan voel je je veilig. 3000 kilo drugs en 11 miljoen euro aan cash zijn gisteren gevonden hier in deze boerderij in de Kwakel. En de kwakelaars claimen er niets van te weten. Maar is dat wel zo? Oh, dat weet ik niet. Nee? Ja, dat zegt u nu natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee. Maar dat is een beetje verdacht natuurlijk eigenlijk. Hè? U wist er niks van, zegt u? Nee. Bent u onderdeel van het de Kwakel drugskartel? Ik denk het niet. Maar er wonen 4.500 mensen, geloof ik, hier. Ja. Het is toch wel een beetje verdacht natuurlijk eigenlijk, hè? Ja, maar moet je luisteren op een boodschap naar. Verder kom ik de deur niet uit. Nee. Ik vind het wel grappig. U vindt het grappig? Ja, natuurlijk. Wat is er dan grappig aan? Dat in de Kwakel gebeurt. Ja. Maar daarom denken wij, ze weten ervan. Al die kwakelaars. Het zou goed kunnen. Het zou kunnen? Ja. 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 En voelt u zich nog wel veilig hier in de Kwakel? Ja. Ja? Ja. Als je onderdeel bent van, dan voel je je veilig. Bent u onderdeel van het De Kwakel drugskartel? Nee. Nee? Nee. Wat zit hieronder? Wat hieronder zit? Ja. Metaal. Kun je het even checken? Nee, dat hoeft niet van mij. Nee, dat zal. Nee. Waarvoor moet er gecheckt worden? Nou ja, of er niet stiekem toch drugs onder... Nee, natuurlijk niet. Er zit geen drugs in. Maar er is hier wel... Ik doe dat al 45 jaar. Dan ga ik dan met drugs doen. Ja, maar er is wel 3000 kilo drugs gevonden hier, meneer. 11 miljoen euro cash. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, dat... Maar u woont toch in de Kwakel? Nee, ik woon niet in de Kwakel. Ah, oké. Waar woont u dan? Maakt er niet uit waar ik woon. Oh, u bent nu wel in de Kwakel? Ja, ik moet even een boodschapje pakken. Vandaag? Ja, Wel verdacht. Voor mij ben je niet. Ja. Bent u onderdeel van het de Kwakel drugskartel? Ja. Ik mis nou een sticky. Bent u onderdeel van het De Kwakel drugskartel? Nee, maar nee? Met verbazing heb ik het gelezen. Ja, wat vindt u daar nou van? Ja, maar dat zijn de stille plekken, hè? Ja. Dat is toch niet te bestrijden. Ik ben er vanochtend even wezen kijken. Ja? Of het er nog wel lag? Ja, of ze wat van me over hadden. Voelt u zich nog wel een beetje veilig hier? Ja, heel goed, heel goed. Ik woon hier een stukje verderop op de Drechtdijk. Ja. Naast een boerderij. Ja, nou ja. Maar die hou ik wel in de gaten. Aan de poelweg in de Kwakel zitten veel buitenlanders, Polen en weet ik wat. Nou, er gebeurt van alles. Bent u niet de El Chapo van dit kartel uiteindelijk? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, maar ik voel me eigenlijk heel veilig hier. Verhuld als een mannetje dat gewoon naar de fruitkraam gaat met een simpel petje op, maar ondertussen gewoon met miljoenen op de bank. Dat zou kunnen, ja.